luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Bert Remerink uit Oldenzaal. Hartelijk welkom hier in Dronten. Dank je. En we kennen elkaar sinds mei 2020, zit ik nu via LinkedIn. Ja. Ik heb hier wat dingen opgezocht, dus ik ga even doorheen om te kijken of je hem kunt aanvullen. Een mensenmens heb ik gehoord op je Facebookzaak. Wat meent die dokter wij? Dat die is misschien wel. De witte Afrikaan. En je zegt, mijn rotsvaste overtuiging is dat tropische houthandel veel rechtvaardiger kan zijn. Dit zal bijdragen aan het verminderen van de ongelijkheid in Afrika. Daar strijd ik voor. Ik ben prestatiegericht, waarbij oprechtheid, integriteit en sociale verantwoordelijkheden belangrijke voorwaarden voor mij zijn. Die laatste is misschien wel een hele mooie. En samen voor een eerlijke houthandel, maar misschien wel samen voor een eerlijke handel. Als ik zo naar je kijk en dingen van jou heb opgezocht, dan zeg ik, ja maar, die Bert, dat is een avonturier. Dat is een pionier. Een netwerker puur sang. Dus als jij als we weer in Nederland weer zouden mogen gaan netwerken, dan zou ik zeggen, die Bert, die is nog niet bang voor de duivel. Dus met wat jij hebt meegemaakt in Afrika en misschien in andere landen, daar hebben anderen geen weet van. Ik kan zich er ook heel weinig bij voorstellen. Ik ga in deze podcast proberen daar wat verhalen van jou te ontfrutselen. Om te kijken, wie is nou Bert Remerink? Wat zijn de processen die je hebt meegemaakt? Wat zijn de situaties die je hebt meegemaakt? Zodat de luisteraar iets kan meevoelen van wat er in Bert Remerink zit. En leeftijd hoor ik net 53. Woont in Oldenzaal op dit moment. En daar ook geboren wel. En nu weer een beetje getogen. Getrouwd met Ludwien. Afrikaanse dame. En zoon Martin en dochter Manu. Heb je hobby's? Ik wandel graag. Wandelen? Ja. Ik was altijd een lange afstandloper. Meegedaan aan de wandelvierdaagse in Nijmegen. Ook helemaal alleen. Toch herkenbaar bij me, denk ik. Hè? Heel veel dingen alleen gedaan in mijn leven. Ja. En de verkering was uit. En ik denk van, ik ga gewoon die wandelvierdaagse lopen. Ik denk dat dat een goede remedie is. Wat denk ik, misschien 20, 21 jaar. Ja. En ik heb me toen ingeschreven voor de 50 kilometer. Dus 4 keer 50 kilometer. De vrijdag kwam ik daar. Ongetraind begonnen? Ik had wel wat voorbereiding, maar niet zoals het moest. Ja. Dus het was een... op tandvlees ben ik binnengekomen. Maar ik denk dat dat me wel een beetje goed omschrijft. Als ik ergens aan begin, dan ga ik gewoon tot het einde. Ja. En dat geeft er wel gewoon een kick. Ja, als mooi. Je daar dan over de finish komt, zeg maar. Ben je voetbalfan? Want ik vraag meestal aan ondernemer, wat voor voetbalclub is je favoriete voetbalclub? Is dat Twente in jouw geval? Of ja. Ben je niet? Ja. Nou, ik ben niet zo'n voetbalminded. Ik heb natuurlijk heel veel in Afrika gezeten. Dus ik was eigenlijk ook vrij veel weg. En toen in de begintijd was er natuurlijk ook geen internet en geen internationale televisie of satelliettelevisie. Dus van al het nieuws verstoken. Dus daar ben ik al een beetje ontgroeid. Maar sinds ik terug ben, volg ik natuurlijk Twente wel. Ja, ja, okay. Ja. Die roots die zijn er. En dat is natuurlijk ook wel mooi hoe je ziet hoe Twente weer teruggekomen is. Hè? Vanuit het niets. Blijft houden, in Nederland kijkt er wel altijd een beetje dat er een beetje een zorgenkindje blijft hoor. Maar goed, ja. Muzieksoort. Ja, muziek is heel breed, Cor. Ik hou eigenlijk van alle soorten muziek. Misschien de jazz is iets waar ik niet zoveel affiniteit mee heb. Maar dat gaat van Bruce Springsteen, U2. Net hebben we de top 2000 helemaal kunnen horen. Ja. Daar zitten een aantal toch heel veel nummers in die ik mooi vind. Richting country, Willie Nelson... dus mijn muzieksmaak is heel breed. Ja. Muziek is, voor mij is muziek energie, maar ook emotie en melancholiek. Ja, dus dat raak je soms op verschillende manieren. Ja, ja. Auto of autorijden? Ja, ik heb verschillende auto's gehad. Mijn leven is een beetje een rollercoaster geweest, dus ik heb een hele mooie auto. Daar komen we zo meteen maar op, maar ik zeg, meestal... Ja.
mannen vinden dan toch ondernemers, ja, of auto, ja. Dus wordt toch een beetje, aan de auto wordt toch een beetje, daar kijken mensen toch naar of zo. Hè? Ja, nou, ik heb in de houtwereld gezeten waar je maar heel normaal moest doen. En als je daar met een Mercedes voor de deur kwam, dan ging het je te goed. En daar was denk ik de gunfactor niet zo groot. Dus daar werd altijd een beetje raar naar gekeken. Maar ik heb inderdaad, Mercedes is wel mijn merk hoor. Ik heb dus ook in een Mercedes gereden, een E250, benzine, supersnel. En dan, In de tijd van de Flintstones hadden ze nog houten auto's, hè? Dus dan was dat altijd ja. Iets meer... Ik heb inderdaad wat houten auto's vanuit Afrika meegenomen, van die kleine schaalmodellen ja. En vrachtauto's, allemaal van hout. Hartstikke mooi, maar het rijdt alleen niet zo fijn hoor. Nee, op dit moment heb ik gewoon een hele kleine hybride auto, een kleine Toyota Yaris. Waarmee ik het eigenlijk moest doen. Ja. Dus ik kan wel, dat is denk ik wel een mooie term, ik kan opschalen en ik kan afschalen ja. Qua auto's ja. In mijn leven. Ja. 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 Ja, in Afrika reed ik in zo'n Toyota Land Cruiser. Dat is natuurlijk een ja. Gigantische, sterke auto, maar die heb je dan ja, daar ook gewoon nodig. Ja. Hè? Dat is niet geen luxe, maar nee. Gewoon pure noodzaak. Ja. Hè? Ja. Ja. Lees je wel eens boeken? Ik lees niet zoveel op dit moment. Ik ben wel een lezer. Vanaf de lagere school, het voortgezet onderwijs, was ik echt wel een boekenworm. En boeken over de Tweede Wereldoorlog verslond ik. En toch wel boeken over avonturen, over ja, onbegaande wegen. Dat heeft me altijd wel geraakt. Ja. Dus daar was ik heel erg voor in. Ja, door het werk en ook al dat gereis lees je toch minder. Echt de concentratie om echt een boek te lezen was wel weg. Maar ik ben wel bezig nu, ook weer in het laatste jaar. Omdat ik toch een beetje bezig ben met een herontdekking van mezelf om toch wel boeken te lezen. En dan zijn er ook echt boeken over van nou, wie ben je zelf? Hè? Beetje, misschien wel spirituele ja, boeken ja. Of... boeken of advisering, of noem maar op. Dus, en podcast, ook wel, doe ik wel eens podcast luisteren? Ja, heel weinig. Heel weinig. 53 is toch een beetje zo'n grens. Is even, nou, dat is, dan weten we nog maar net wat een podcast nou, is. Ja, ik weet wat een podcast is, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik van jou enkele podcasts heb aangehoord. En nog wat andere over internationaal. Eigenlijk de laatste 6 maanden, de laatste 8 maanden zeg maar. Ja. Maar ook nog eens een keer weer, omdat je in Afrika zit, is de internetverbinding vaak niet goed genoeg. Voor het versturen van een e-mail kan wel, maar echt om langdurig via netwerk een podcast te luisteren is dan minder. Ja. 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 Heb je een idool, iemand waar je tegenop kijkt? Ja, dat is een goede vraag. Nou, je hebt, ik denk, Albert Schweitzer. Ja, wat symboliseert die voor jou? Albert Schweitzer die symboliseert iemand die vanuit een hele moeilijke situatie die situatie probeert te verbeteren. Of dat nou medisch is, of organisatorisch, of technisch. Ja, wat die man gedaan heeft, het is eigenlijk, die is naar Gabon vertrokken en die is daar een ziekenhuis begonnen. Met bijna geen middelen. En die heeft eigenlijk gewoon een heel groot gedeelte van zijn leven opgeofferd om om de wereld misschien weer ietsjes beter te maken. In eigenlijk een land wat hij helemaal niet kende. Ja. Dus lees je ik zie je als een pionier. Ja. Lees je wel boeken van andere pioniers, van biografieën of... Maar het mooie in dat soort zaken is dat dat ben ik eigenlijk ook, is dat je eigenlijk iets creëert. Wat er nog niet is. Je gaat, dat noem ik altijd zo mooi, over de onbegaande wegen. Ja. Het is al zo makkelijk om op een vliegtuig te stappen en ergens naartoe te gaan. En je gaat in een hotel zitten en je zoekt de mensen die het makkelijkste benaderbaar zijn. En je probeert iets op te zetten. Maar ik zocht altijd die onbegaande wegen. Mensen die misschien niet eens wisten wat voor mogelijkheden ze hadden voor Nederland. En dan praat ik echt over die houthandel. Ja, en dan ontdek je toch... mogelijkheden die, en als dat lukt, als je met heel veel energie en heel veel moeite toch iets op de rit krijgt, zeg maar, dat geeft een gigantische voldoening eigenlijk. En daar haal ik heel veel fun uit eigenlijk. Ja. Ja.
Albert Schweitzer, daar hebben we het over. Ja. Uit wat voor nest kom je eigenlijk? Nou ja, ik kom uit... Wie was je voor en wie was je moe? Ik kom uit Oldenzaal. Een echte tukker, zeg maar. Ja. Rooms-katholiek bolwerk. Wat deed je vader? Mijn vader was ambtenaar. Die werkte bij de gemeentebedrijf van Oldenzaal. Gas, water en licht, zeg maar. Hij deed dat gas en water. Een hele veilige baan. Lieve man, hij leeft nog steeds, hoor. En mijn ouders leven nog. Alhoewel ze wel allebei corona hebben gehad. Een paar weken geleden. Dus dat was minder. Toch maar weer, dan zie je toch maar weer hoe heftig die corona is. Hè? Dat je denkt, ik doe er alles aan. Maar dan gleed het zo via de brievenbus naar binnen, zeg maar. Dus dat was schrikken, maar dat gaat eigenlijk allemaal redelijk goed. Ja, hele lieve mensen, hele zorgzame mensen. Geen avonturiers. Ik heb één zus, die is iets jonger, dus ik ben de oudste. En ja, eigenlijk een hele lieve, beschermende familie. Dus we hebben een hele goede band hebben we met elkaar. We zijn wel een paar keer verhuisd in Oldenzaal, dus moest ik ook iedere keer wel weer opnieuw beginnen eigenlijk. Ik denk dat ik 3 lagere scholen heb gehad, dus daar sta je dan natuurlijk niet zo bij stil als kind. Maar dan is het toch wel weer iedere keer opnieuw beginnen. Dus je moet iedere keer weer vechten voor je plek. Nou had ik daar geen moeite mee en ik ben ook nooit gepest of dat het moeilijk ging, helemaal niet. Het was eigenlijk een hele serene, burgerlijke, mooie tijd toch wel. Een hele vriendelijke tijd eigenlijk, ja. Ja, ik heb wel gezien dat je dan dat je hogeschool Larenstein hebt gedaan in Velp. Ja. Daarvoor HAVO, MAVO gedaan? Na de lagere school MAVO. En toen naar de MAVO eigenlijk al toch wel een eerste stap gemaakt. Want iedereen ging dan naar de MAO of de HAO of de HAVO. Ik ging naar de middelbare land- en tuinbouwschool in Zenderen. Een klein dorpje, 20 kilometer van Oldenzaal. Ja. Daar deed ik aanleg en onderhoud van tuinen. Ja, en dan kom je weer opnieuw als eigenlijk een van de weinigen uit Oldenzaal weer op een nieuwe school. Ook een fantastische school, een leuke vriendin ontmoet, een paar jaar. Dat is natuurlijk uitgegaan. En ik zat op die school en ik denk van ja, dit is het eigenlijk niet. Ik zag mezelf niet als hovenier in Twente. Ik dacht dat ik nog wel iets meer kon. En een vriend van mij die ging naar Larenstein. En ik dacht van dat lijkt me ook wel wat. Dus dat was eigenlijk de eerste stap richting het midden van het land, zeg maar. En toen heb je dan was dat toen al een afdeling, toen bosbouw, maar had je echt toen al een afdeling tropische bosbouw? Ja, tropische bosbouw was eigenlijk een klein onderdeel van bos- en natuurbeheer. Het was eigenlijk zeg maar 95% Europese bosbouw, cultuurtechniek. En de tropische kant van dat alles, dus tropische cultuurtechniek en tropische bosbouw, wat ik heb gestudeerd. Het was een klein onderdeel van die opleiding. En ja, mijn ambities lagen nog veel meer in de commerciële houthandel, zeg maar. Dus de echte houthandel en niet de sociale tropische bosbouw, de bosinventarisaties, de aanleg van kwekerijen, de bosaanplant. Wat nou op dit moment natuurlijk heel actueel is, was toen in die tijd, in het begin jaren 90, minder. Maar was dat, waar kwam de commerciële vandaan? Want jouw vader was... Nou... Misschien of wel, misschien niet. Ja. Maar waar kwam het commerciële hart vandaan? Ik denk, ik heb het van een van beide ouders en dan moet het absoluut mijn moeder zijn geweest natuurlijk. Want mijn vader was het niet. Mijn moeder die is nog die is heel jong begonnen als kapster. En die heeft altijd in loondienst gewerkt en daarna werd ze moeder. Beunden ze natuurlijk nog wel een beetje bij, zo links en rechts. En knipte ze iedereen binnen de familie. Maar heeft ze toch nog een stap genomen op haar, op rond haar 40ste. Om te zeggen van, ik begin toch nog een kapsel in Oldenzaal. En dat was heel succesvol. Dat was geen moderne kapsalon. Het was echt een kapsalon voor oudere dames, weet je wel. Dus wassen en watergolven en een permanentje. Ja. Maar dat groeide. Dus dat ondernemerschap dus, en er ook voor gaan... dat betekent ook 's nachts om 3 uur opstaan om die karretjes en al die rollen schoon te maken. Dus zo'n kapsel vergt natuurlijk heel veel onderhoud en schoonmaak. Maar dat deed ze dan gewoon zeg maar, van 3 uur 's nachts tot 6 uur. En dan had ze 's ochtends weer tijd voor de familie. En dan begon die kapsel weer. Dus die drive. Een enorme drive. Zij heeft een enorme drive, ja. Ik las op hoorde op een van die filmpjes van jou dat je... Als toen stage ging naar Cameroen. Ja. Dat, wat,
wat gebeurde, had je nog wel een vriendengroep waar je erin zat die zei van jeetje, maar ga jij naar Cameroen? Dat was ook in die tijd denk ik ook wel best wel, ja. dat was ver weg. Ja, ja. Ja, ik had natuurlijk vrienden in Velp. Ja, en die accepteerden dat gewoon. Hè. Er waren toch wel er waren ook wel mensen die gingen dan naar Nieuw-Zeeland of naar Canada, natuurlijk veel, Denemarken. Maar dat zijn zo'n beetje ja, de bestemmingen waar heel veel mensen naartoe gaan. Dus dat was dan alweer minder. Maar wij moesten natuurlijk in dat derde jaar een tropische stage gaan doen. En ja, ik wilde eigenlijk absoluut niet naar Afrika, want ik sprak geen Frans, of niet voldoende, absoluut niet voldoende. Dat was voor mij een donker gat. Ook de vrouwen die ik toen kende, agressief, moeilijk. Ik wilde liefst naar Zuid-Amerika of Indonesië. Daar heeft Nederland natuurlijk ook meer relaties mee, dus ik zag me al ergens in Indonesië of in Maleisië. Yeah. Ja, maar toen liep de tijd ging er vandoor, zeg maar. En ik moest toen eigenlijk in januari ergens naartoe. Ja, Bert, en, waar ga jij heen? Dus nu de keuze hebben. Ja, dus er was iemand en die kwam naar me toe en die zei van... Jij zoekt nog een stageadres. Ik weet nog wel een adres voor jou. En dat is in Cameroen. Ik zei, Cameroen? Ja, dat ligt hier in Afrika. Ik zei, oké. Nou, en toen heb ik dat toch wel snel besloten. De stagegever, die was toen ook in Europa. Ik ben er naartoe gegaan, heb daar een gesprek gevoerd... En die zei, kom maar. Dus een paar weken later, na wat injecties en malaria-pillen, ben ik op vliegtuig gestapt. En ben ik naar Cameroen gevlogen. En wat was dan de opdracht die je toen kreeg? Ja, dat was echt de deep end of the pool. Ik kwam daar aan in Cameroen. Ik was natuurlijk nog nooit in Afrika geweest. En dan kom je daar en dan zie je al die geuren en die kleuren en die mensen die door elkaar heen lopen, die drukte, de cacophonie van geluid, van de geur. We stapten in een auto en we reden van het vliegveld weg. En je zag allemaal vrouwen langs de kant van de weg met kleine vuurtjes waar vis op werd gebraden, zeg maar. En mensen met fruit op schaal op hun hoofd. En ja, de bekende verhalen van wat je eigenlijk ook op televisie ziet, maar dan ook met een bepaalde geur. Het was... Ja, heel, heel indrukwekkend. En we kwamen aan op de plaats van bestemming na een paar uur. En de volgende dag moest ik al met die man mee het bos in. Want hij deed bosexploitatie. En een kleine zagerij had hij. Ja, en na een paar dagen zegt hij van pak de auto maar en ga maar het bos in. En zorg maar dat de hout gekapt wordt en dat het op de vrachtauto komt. En naar de zagerij of naar de haven, toen in die tijd nog. Dus dat was echt... Deep end of the pool, dus gewoon 's ochtends vroeg daar kwam ik in het bos aan. Het was nog donker en die mensen stonden daar op 200 meter afstand. Had ik eerst een woordenboek, had ik bij me. Dacht, ja. Nou, hoe zat het ook alweer met Frans van wij gaan? En, ja. Ja, dus echt aldoende begonnen. En dan zit je daar 6 maanden. Ja, dan moet je wel, hè. Dus dan... Was je wel een beetje taalgevoelig? Nou ja, je moest, hè. Dus je zat daar 100% in. Je kon ook niet terugvallen op andere Nederlanders natuurlijk wel. De man zelf was ook een Nederlander, maar als je naar het bos doet, je moet. Dus je moet er maar mee doen en dan moet je ervoor gaan. Ja, wat voor eigenschappen van als je nu dan terugkijkt, hebben jou er toen doorheen geholpen? Want ik zei, ik ben voor de duivel nog niet bang. Het is nogal wat. Je was 22? Ja, ik was denk ik 22 of 23. Ja, 22, 23 was ik toen. Ja. En dan eigenlijk al zo'n verantwoordelijkheid zou je in Nederland misschien niet iemand geven. Laat staan daar. Nee, het is natuurlijk de taal, maar ook de taal van het land. Hè. De cultuurbarrière die je hebt. Ik stond daar in een dorpje waar die jongens bij elkaar kwamen. Die gingen de vrachtauto en die vrachtauto reed het bos in waar de concessie was. Ja, dan sta je gewoon in een groep van 20, 25 man. En dan moet jij het vertellen. Hè? Dan ben je toch de Leblanc. Die moet het vertellen. Ja, en ik wist het ook niet. Maar je moet door. Ja. Je moet door. En met alle... Ik denk maar wacht, ik ben wel benieuwd, Bert. Ja. Wat gebeurde er dan? Je stond daar. En wat kwam er dan uit je waarvan je nu zegt... Dat was dat. Het was toch de zelfverzekerdheid. Of toch de... wat was het zijn, zou ik maar zeggen? Ja, ik vind mezelf eigenlijk vaak ook onzeker, maar dat is dan denk ik intern dat ik dat heel erg voel. Dus ik ben vanuit die onzekerheid probeer ik te reageren.
En wat heel sterk bij mij voorop staat, is denk ik dat ik dan ook gewoon moet presteren. Ik heb een opdracht gekregen en die moet ik dan ook gewoon uitvoeren. Ja. Dus dan heeft het geen zin om in de auto te blijven zitten of terug te rijden. Dan moet je er ook gewoon voor gaan. Dus de commitment, zou ik maar zeggen, aan het resultaat. De commitment aan het resultaat. Is groter dan je eigen onzekerheid. Ja. Ja, en misschien dat je zelf onzeker voelt, ook omdat je wilt presteren, dus de loyaal wilt zijn. Loyaal is ook denk ik een van heel belangrijk. En die man heeft, die verwachtte toch van mij dat ik daar iets voor hem deed. Die zat zelf dan in de stad en die moest andere dingen regelen. Dus, die verwachtte gewoon van mij dat ik dat deed. Dus die commitment heb ik hem gegeven. Ja, ja. Wat was dan bijvoorbeeld, wat was dan richting Larenstein, het papier wat je hebt opgeleverd, wat was je eindstuk, zeg maar? Het eindstuk, dat heb ik samen met een andere medestudent gemaakt. En dat ging, was eigenlijk, als je dat nu terugkijkt, is dat heel actueel. Dat was een rapport en dat heette Kappen met Kappen. En dat was een rapport en dat ging eigenlijk over kappen met de commerciële houtkap. Ja. En de bekende houtsoorten. Maar alternatieven zoeken. Dus misschien alternatieve houtsoorten. Uit alternatieve bosconcessies. Misschien wel uit concessies die eigendom waren van de lokale bevolking. En dat werd dan met kettingzagen werd dat gezaagd tot een paar balkjes. En die balken, vaak onbekende houtsoorten, die kwamen dan naar Nederland. En wij hebben een soort marktverkenning gedaan, een inventarisatie van Nederlandse industrieën. Om te kijken van, zijn bedrijven daar geïnteresseerd in? Misschien andere houtsoorten. Van andere bosconcessies, misschien met rechtvaardiger hout. Dus, dat is tegenwoordig op dit moment ontzettend actueel. Maar dat speelde toen eigenlijk ook al. En ik meen me nog te herinneren dat bedrijf waar wij die marktverkenning voor hebben gedaan, dat een voorloper was eigenlijk van het FSC. Oké. Okay. Ja. En je hebt daar 9 maanden gezeten toen voor die stage? Ja, dat was 6 maanden. Zes maanden, ja. Hoe snel heb je, als je nu terugkijkt, hoe lang heeft het geduurd voordat je comfortabel voelde, dat ik dacht van, dit is mijn plekje. Had je het al in dat half jaar? Ik weet natuurlijk later weer teruggegaan, maar goed. Ja, daar had ik wel na een maand of 4, 5. Ik denk, de laatste 1,5 maand, 2 maanden, had ik mijn plek gevonden. Ja. 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 Begin toch de taal een beetje beter onder te krijgen en onder de knie te krijgen. En ik kwam ook wel in een soort van flow van, het was een aangename wereld, avontuurlijk, yeah. Nieuw, ook wel hard aan de andere kant, maar ook ontzettend veel lol gehad met die mensen. Die Afrikanen dat is een fantastisch volk, zullen we het misschien straks later ook nog wel over hebben. We hebben het vaak heel vaak in negativiteit over Afrika, maar dat zijn absoluut niet de mensen. Mensen zijn heel positief. Misschien ook wel een beetje opportunistisch, maar die staan heel positief in het leven, ondanks al de problematiek en alle shit die ze eigenlijk hebben. En er is eigenlijk veel meer het systeem dat die mensen eigenlijk kapot maakt. Of dat het onmogelijk maakt om daar eigenlijk iets fatsoenlijks te doen. Ja, ja. Ja. Maar dat zijn niet de mensen. Nee. En misschien moeten wij ook niet voor hen bepalen hoe ze het moeten doen, of hoe ze zouden moeten zijn, of wat ze zouden moeten bereiken. Nee. Maar je komt terug, ben je geslaagd? Ja. Ja. Ja, dus ik ben geslaagd en het mooie was dat ik tijdens die stage daar in Cameroen, dat was een heel klein bedrijfje, in aanraking ben gekomen met wat mensen van een houthandel hier in Kampen, van Weima. En die daar een hele grote zagerij runden met een hele grote bos exploitatie. En die mensen heb ik ook leren kennen en gesprekken meegevoerd. En die gaven mij als tip van, zo'n kerel, wat jij hier doet helemaal alleen, dat kun je misschien ook wel voor ons doen. Dus ik zal maar eens een sollicitatie sturen. En dat heb ik toen gedaan. Ja. Dus ik heb mijn school eigenlijk afgemaakt. Dat was nog een half jaar. En heb toen een sollicitatie gestuurd naar de firma Weima in Kampen. En ben daar per direct aangenomen. Ja. En daar moest je dan eerst een traineeschap doorlopen van een half jaar. Om te kijken of je wel Afrika waardig was. Ja. En na 3 maanden zeiden ze van, kerel, volgende week pak je het vliegtuig en dan ga je naar Cameroen. Ja. Dus toen kwam ik eigenlijk weer terug op dezelfde plek waar ik die stage had gelopen. Maar voor een ander bedrijf. Ja. Dus voor een veel groter en gestructureerder bedrijf. Ja.
En daarvoor voor Weimar heb ik toen 5 jaar in Cameroen gezeten. We hadden net in het vorige gesprek al er even over, maar ik vind het wel mooi. Wat is dat dan? Want ik zeg van heel veel mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Dus alle ondernemers die ook luisteren, dan denken van ja, ik noem je die pionier, die avonturier. Maar wat is er? Je hebt net wel wat dingen verteld, maar graag, wat is het dan? Je komt aan en er is niks. Of er is niemand die voor je zorgt. Je moet het echt zelf doen. Ja. Wat spreek je dan in jezelf aan? Welke kracht komt er dan los? Ja, dat is heel moeilijk te omschrijven wat dat is. Maar ik denk dat het een soort oerbron is van energie. Die bij mij iedere keer weer vanuit het niets toch weer op kan wakkeren. Dat heeft me vaker geholpen in het leven. Dat je toch vanuit niets jezelf gewoon kunt motiveren. En die motivatie is om het voor elkaar te krijgen. De motivatie is geen geld of dat je een mooie partij hout op de boot doet, maar ik denk juist dat de motivatie voorkomt uit het feit dat je het voor elkaar krijgt. Ja. Dat je gewoon eigenlijk iets kunt wat niet iedereen lukt. En dan gaat het ook niet meer, gaat het ook mij ook niet om dat je daar dan zeg maar een soort ego van krijgt, maar verre van dat denk ik. Maar juist het feit dat je daar toch in een totaal andere wereld iets voor elkaar krijgt met Afrikanen of met Fransen of met Aziaten of met Libanezen. Ja, volgens mij heb ik iets dat ik toch dingen kan verbinden. De vraag vanuit Nederland en die mensen. Ik heb me altijd op mijn gemak gevoeld. Of ik nou bij een Aziat in Maleisië aan de tafel zit of bij een Libanese familie of bij een Afrikaanse familie in een dorpje waar ze... waar je maaltijd voor geschoteld krijgt, wat dan in één keer kikkerkoppen bleek te zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. En daarna zit je weer met een Fransman ergens te praten. Dat gaf mij gewoon echt een enorm goed gevoel. Ja. Om dat voor elkaar te krijgen. Is het echt zo dat je een soort van onbevooroordeeld bent met iedereen wie aan tafel zit, of welke situatie je ook zit, daardoor ook... Ja. Ik denk dat iemand anders dat die start boven lijf, dat die bang zou zijn, dat je zou denken, wat gaat er gebeuren? En je lijkt een soort van serene rust over je te hebben. Ja, ik benader mensen, eigenlijk ik benader iedereen op dezelfde manier, in alle openheid. En of dat nou een heel kleine, gekke Chinees is, die heel slecht Engels praat, of dat is een Afrikaan van 2 meter... lang, of een Libanees die een beetje glimlachend jou dus zo'n maaltijd voorzet. Ik begin altijd bij hetzelfde moment eigenlijk. Ik ben niet bevooroordeeld. Nee. Of die nou zwart is of wit. En dat lijkt allemaal leuk, hè? Als je dat zo zegt, ook zo in deze podcast. Dan lijkt het ook, ja, daar heb je hem weer. Een mooi commercieel verhaal, maar nee, zo is het gewoon. Ik heb altijd met heel veel plezier met Afrikanen gewerkt. Maar ook met Europeanen en met Aziaten eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Ja. Nou, we gaan een hele korte pauze doen. En zometeen ga ik je verder bevragen van, er is nou die omslag geweest tot ondernemer. En wat heeft dat ondernemerschap jou gebracht? En misschien ook wat heeft het je gekost? Want ondernemen is ook een zwaar iets. En dat dan nog eens een keer voor jou in een hele andere omgeving. En daar gaan we na de pauze gaan we het daarover hebben. Zo, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht. En dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer je dan op het kanaal op YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte. Goed, Bert. Je bent voor Weimar in Afrika geweest. Nou, zo even wat jaren verder. Wanneer is het moment geweest dat je het ondernemerschap... Want het is een hele... Ik denk dat de meeste Nederlandse ondernemers zich geen flauwe notie hebben dat het al een hele onderneming is om... zo naar Afrika toe te gaan of naar welke andere cultuur dan ook. Dingen niet weten en dan toch pionieren, toch het zorgen dat het voor elkaar komt. En
Wanneer is toen dat ook daarna als je dat als ondernemer ging doen? Ik heb na die 5 jaar bij Weimar ben ik een tijdje in Nederland geweest. Ik ben daar weggegaan bij Weimar. Ik heb voor andere bedrijven in Nederland gewerkt, waarvoor ik heel veel in de Oekraïne heb gezeten. En daarna toch weer naar Afrika ben vertrokken. Dus naar Gabon deze keer. Kwam dat bedrijf eigenlijk in de financiële problemen. En is ook een heel groot gedeelte van dat bedrijf failliet gegaan. En moest ik eigenlijk noodgedwongen weg uit de Gabon. Ik ben toen teruggekomen in Nederland, zonder werk. Ook wel met wat problematiek, de afwikkeling ging niet zo goed. En toen heb ik mezelf natuurlijk die vraag gesteld van, ja, wat ga ik nu dan doen? Ja, en toen heb ik al heel snel toch een beslissing genomen. Ik zeg van, nou, ik heb wat commerciële ervaring. Ik heb wat houtverkoop gedaan in Europa. Ik heb in Oekraïne gezeten en ook vrij heel lang in Afrika. Zou ik dat allemaal niet bij elkaar kunnen brengen? En zeg van, ik ga gewoon iets doen. Ik ga misschien bedrijven begeleiden of ik ga hout zoeken in Afrika voor een Nederlands bedrijf. Ja. Het begon heel simpel, die gedachte. En ik heb toen een houthandel gevonden in Dieren, Hupkes houthandel, die op dat moment, dat is misschien ook een geluk geweest, ook in heel zwaar weer zat. Zo'n beetje al zijn investeringen kwijt was geraakt in Afrika. Een man zat met handen in het haar en die zegt van, ja, hoe krijg ik nou het hout uit Afrika? Dus ik kwam daar eigenlijk voor mij op een heel goed moment. Ik zei, ja, maar misschien kan ik wat voor jou betekenen in Afrika. Ja. Hij zei, dat is goed. Ik zei, nou, dan beginnen we. Dus weer gewoon in vliegtuig stappen naar Cameroen. En hout gaan sourcen voor het bedrijf in Nederland. Ja. En toen al wel als ondernemer? Ja, toen wel als ondernemer. Maar dat is eigenlijk gewoon uit nood geboren. Dus ik ben gewoon een eenmanszaakje begonnen, zeg maar, toen eind 2002. En 2003 ben ik gewoon ben ik naar Cameroen vertrokken. Maar ook naar Gabon voor dat bedrijf. Dus ik was eigenlijk een vooruitgeschoven post als ondernemer, maar met een eenmansbedrijf. Om hout te sourcen voor dat bedrijf in Nederland. Ja. Dus ik was wel de ondernemer, ja. Maar ik heb me eigenlijk toch wel altijd als ondernemer gezien. Ik was dan wel in loondienst, maar je was toch eigenlijk heel veel op jezelf aangewezen. Als heel veel ondernemers, hè. Ik moest heel vaak de beslissing nemen van, gaan we dit doen of gaan we dat doen? Dus dat was dan wel in loondienst, maar eigenlijk wel met een soort ondernemerschap gevoel. Je was eigenlijk de man die het daar moest doen eigenlijk. Ja, ja. Dus dat had ik misschien altijd al een klein beetje. Maar goed, toen begon het natuurlijk voor mezelf. Ja. Eerst als eenmanszaak. 2-3 jaar later heb ik dat omgezet naar een BV. En het werd groter en groter. Ik was vrij succesvol. Ja. Als je het dan hebt over, hè, als je in Nederland een ondernemer die je vragen, die kan naar de Kamer van Koophandel of die kan een mentor of een coach krijgen of betalen. Maar ik neem aan dat er niet zo heel veel mentoren of coaches zijn die verstand hebben van die internationale handel en in mijn ogen het uitheemse. Niks is zeker, niks is duidelijk. Hoe ben je daarmee omgegaan? Heb je wel eens eenzaam gevoeld? Ja, ik heb me wel eens eenzaam gevoeld, ja. Ja. Want je bent je dan bron of moest je dan uiteindelijk het gewoon toch uiteindelijk allemaal zelf voor elkaar boksen? Ja, het enige wat ik had was, waren 2 contacten in Nederland. Dan kon je dat via de telefoon of via internet toen in die tijd. Skype werkte toen vrij goed. Dat je wel wat feedback kon krijgen van maar geen informatie. Je moest het allemaal gewoon zelf doen. Ik kwam in Cameroen aan en ik had een laptop bij me en een mobiele telefoon. En ik ging in een hotel zitten, een goedkoop hotel natuurlijk. En ik nam de volgende dag een taxi en ik ben gewoon begonnen. Gewoon de haven in, zoeken naar bedrijven, naar houthandels, houtbedrijven. En probeer die contacten, die telefoonnummers te achterhalen en gaan bellen, bezoeken en maar rondreizen. En probeer met mensen in gesprek te komen. Dus ik had natuurlijk wel wat contacten, maar niet veel. Dus ik heb dat eigenlijk allemaal van scratch op moeten bouwen. Ja. Ja. En is het dan gewoon meters maken en dan ik doe acquisitie, ik heb 10 gesprekken en van die 10 gesprekken gaat eentje door. Dus als ik 100 gesprekken heb, gaan er 10 door. Ja, gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Natuurlijk werkt het niet
Je komt bij de eerste vijf en ze zeggen van ja, maar we hebben allemaal al klanten in Nederland. En nee, ik heb niks, ik heb ook geen hout. De aankomende vijf maanden zitten we vol met productie. Ja, en dan ga je daar een beetje gedeprimeerd weg, zeg maar. Hè. Dan denk je van, oké. Hier kan ik dus niks. Nou, de volgende ook niet en de derde niet. En dan s'avonds zit je in het hotel. En dan denk je van, jee, wat is dit? Ben ik wel goed bezig? Dus dan komt, ja, toch een beetje die gedachten gaan door je heen van ja, ben ik wel goed bezig inderdaad. En en dan moet je toch die kracht vinden om gewoon de volgende dag weer door te gaan. Ja. En dan komt er een moment waar je wel raak schiet. Of dat nou geluk is, of dat je het misschien afdwingt omdat je gewoon volhoudt. Ja. Ik denk dat het laatste is. Geluk is, bestaat natuurlijk wel, maar ik denk dat het volhouden, dat moestarbeid. Ja, gewoon noeste arbeid. Gewoon reizen, mensen spreken, je niet uit het veld laten slaan. Gewoon ook weer de twee weken later er nog eens een keer weer naartoe. Je verandert natuurlijk iedere keer. En toen schoot ik in één keer raak bij een zagerij die zegt van... Kijk, ik heb hier 100 kuub hout staan, ASOB. Maar de klant heeft afgehaakt, kan niet betalen. Kun jij betalen? Nou, toen heb ik gebeld bij Nederland. Ik zei, ik heb hier een partij hout staan, dat is precies wat je nodig hebt... Kost 10.000 euro. We moeten nu 5.000 euro aanbetalen. Maak mij 5.000 euro over. Ik betaal. En dan is het ook voor jou. Ja. En zo is het begonnen. Ja. En gewoon heel veel aanwezig zijn. Ik denk een van mijn grootste krachten was juist om daar eigenlijk pertinent aanwezig te zijn. Hè? Dat ik was wel houtagent of houtimporteur. Later heb ik ook zelf geïmporteerd onder eigen naam. Maar ik was gewoon eigenlijk een importeur, maar daar aanwezig. Dus, en dat was ook een kracht, ja. Dat je daar gewoon bent en samen met die mensen iedere dag weer brainstormt en pioneert van heb je dit, ik heb hier nog een order, kun je dit zagen, kun je dat zagen. Want dat verandert per minuut eigenlijk daar, dus de aanwezigheid is heel erg belangrijk. Ja, en wat is dan, zou ik maar zeggen, wel mooi, wat is jouw kwaliteit, sowieso het aanwezig zijn en ja. Gewoon eigenlijk... Zo lang uit Nederland zijn, zo zou ik het dan zien. Ik bedoel, zou je normaal een vertegenwoordiger naar Afrika sturen? Nou, die wil misschien wel een maand blijven, maar misschien niet zo permanent zoals jij dat gedaan hebt. Ja. Hoe kon je je zo goed aanpassen? Wat zit daar in je dat aanpassingsvermogen zo groot is? Ja, dat is gewoon gevoelsmatig. Dat komt uit mezelf. Ik kan het heel moeilijk omschrijven. Maar als ik ergens kom, in een andere cultuur, dan wil ik mij onderdompelen in die cultuur. Je leest wel eens dat mensen zeggen van, ja, ik wil gewoon een reis, ik wil naar Turkije. Maar dan moet dat een hotel zijn met een strand en een klein restaurantje waar kroketten en frikandellen verkocht worden. En dan voel ik me helemaal lekker. Ja, ja. Dus Nederland, maar in 30 graden. Ik wil me echt onderdompelen in die cultuur. Dat heb ik eigenlijk van, ja, dat zit gewoon in me. Ja. Ik wil me onderdompelen in die cultuur. Ik wil hetzelfde eten, ik wil hetzelfde drinken. Ik wil met die mensen, ik wil eigenlijk dat ze me zien als gelijke. Ja, dan krijg ik gewoon een lekker gevoel. En dat die mensen mij respecteren. En ik respecteer hun. En dat je gewoon een hele goede tijd hebt. Een hele waardevolle tijd eigenlijk. En niet... Even kort, dat je eigenlijk maar alleen maar de buitenkant ziet. Ja, ja. Dat gaat veel dieper. Maar ben je dan op sommige punten dan ook niet dan een beetje een aparte vogel in? Omdat in business wordt dat vaak, we hebben net ook over geen business, wordt het eigenlijk van klopt dat wel? Want het is bijna te mooi om waar te wezen. Ja, er zijn natuurlijk in de handel kijken mensen toch op een bepaalde manier naar Aziaten of naar Afrikanen of naar Amerikanen van een afstand. Van ja, daar moet je niet te veel mee. Je moet wel hou je waarden en normen. Dat heb ik ook altijd proberen te doen. Ik heb altijd geprobeerd, omdat ik ook heel veel Europeanen zag afglijden in Afrika. In de alcohol en met vrouwen en met hele gekke dingen. Dat ik denk van, nou, ik moet die normen en waarden blijven behouden. Maar ik moet me wel onderdompelen. Dat werd soms heel raar naar gekeken. Van, ja. Hoe kun je eigenlijk een relatie beginnen met een Afrikaanse vrouw? Bijvoorbeeld. Want dat kon niet. Dat was te ver van de bedshow. Dat kon nooit goed gaan. En een soort empathie, ook
hebben met die Afrikaanse mensen bijvoorbeeld, hè, met werknemers in de zagerij. Dat, sommige mensen zagen toch die werknemers meer als instrumenten om die productie voor elkaar te krijgen. Maar ja, ik bij mij telde daar toch mee dat het voor mij gewoon normale mensen waren. Met een naam, met een gezin. Met een gezin en ja. Met al hun problemen. En ik ben begonnen als assistent bedrijfsleider in die zagerij. Dus ik had ook niet alle mogelijkheden om al die mensen te helpen. Maar toen ik wegging na 5 jaar, kreeg ik wel een heel mooi compliment van die mensen. Dat ze zeiden van, je stond er toch wel altijd. En je was er toch wel altijd, ook voor ons. En ook al kon je niet ons helpen. Financieel of met andere dingen. Maar je had wel een luisterend oor. Ja, dat heeft me toen wel geraakt. En dat is ook precies wat ik heb. Dat ik gewoon geïnteresseerd ben in mensen. Ja. En of dat nou goed nieuws is of slecht nieuws. En of dat nou een Afrikaan is, midden in de jungle van Gabon of Cameroen. Of een Aziat die werkt in een zagerij in 100 kilometer van Shanghai. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Ik wil je nu toch wat vragen over het feit toen het geëindigd is. En ik denk, je hebt Afrika als werknemer meegemaakt. Dat heb je bijvoorbeeld Afrika als werkgever meegemaakt en als ondernemer meegemaakt. En als ondernemer in Nederland is soms al een red race. Maar dan vervolgens, als je dan ja, daar bent, hè, dan zie ik hem tenminste. Ik heb daar heel veel respect voor, ook omdat het voor mij zo onbekend is. Ik denk voor heel veel ondernemers onbekend is. En dan vervolgens, zeggen ze, de duivel die scheidt altijd op dezelfde hoop. Hè. Dus vervolgens je zit met iemand in het bedrijf. En de meningen gaan we uit elkaar, laat me even zo zeggen. En eigenlijk wil ik daar niet bij stilstaan, maar eigenlijk bij stilstaan wat er dan vervolgens allemaal met je kan gebeuren, wat je niet in de hand hebt. En hoe je daar uiteindelijk mee om bent gegaan, kun je daar eens wat over vertellen? Dus ik zag bijvoorbeeld in april 2019, zag ik nog dat je naar een beurs zou gaan die in juni zou zijn. En voordat die beurs er überhaupt was, was je terug in Nederland. Of rondom die tijd. Ja. Dus Wat is er in die 2-3 maanden? Kun je ons even meenemen wat voor een rollercoaster er dan is? Ja, dat is ons laatste project. Dat was een eigen zagerij in de Gabon. Dat heb ik samen met iemand hier uit Nederland opgezet. Zware financiële investering. Het leek goed te gaan, want de zagerij begon te produceren. Een FSC gecertificeerde zagerij waar we lang azobeehout zagen, tot 10 meter lang. Zware afmetingen, dus dan zou je zeggen van, nou, dat ziet er goed uit. Maar in de relatie met die partner ontstond er frictie. Of dat nou miscommunicatie was of dingen die niet besproken konden worden. Maar daar zijn eigenlijk onze wegen voor die clash eigenlijk al uit elkaar gegaan op een of andere manier. En dat is ontzettend slecht afgelopen. De man begon dingen te zien. Ik kreeg verwijten. Ik verweet hem misschien ook wel dingen. Dus dat was een gigantische clash. En toen in één keer stopte die samenwerking. De houtstromen die stopten. De geldkranen zat dicht. Er is heel veel gepraat op de Nederlandse markt. Mensen wilden eigenlijk met mij niks meer te maken hebben, omdat ze dachten dat ik grote problemen had. En ik was natuurlijk ontzettend afhankelijk van die partner in Nederland. Je kon je niet verweren. Ik kon me ook niet verweren. Nee. Ik zat in Afrika, niemand belde me. Ik heb het geprobeerd. Ik ben ook in Nederland geweest. We hebben samen geprobeerd om eruit te komen. We hebben toen een status quo afgesproken en gezegd van, er komt een vervolgmoment dat we weer in gesprek gaan. Ik heb toen gezegd van, ik ga weer terug naar Afrika en ik ga proberen de boel te redden waar het te redden valt. Ja. Ja, toen kwam ik daar en toen bleek toch dat er zoveel schade was ontstaan aan de zagerij, aan het personeel, aan de relaties met de autoriteiten. Dat ik daar heb moeten vechten om er nog iets van proberen te maken. En dat is me gewoon niet gelukt. Ik heb daar nog 6 maanden gezeten.
Maar het probleem is, als mensen aan je stoelpoten beginnen te zagen, dan wordt die stoel heel wankel. En dan, als het nou in Nederland gebeurt, moet je al oppassen. Verschrikkelijk oppassen. Maar als het in Afrika gebeurt, ja, dan moet je denk ik een factor 10 oppassen. Want in Afrika is alles veel extremer. Als het goed gaat, gaat het ook heel goed. Maar als het slecht gaat, dan kan het ook heel slecht gaan. Dus dan krijg je te maken met mensen die niet alleen die je geld schuldig bent omdat het een leverancier is die je moet betalen. Maar mensen gaan je ook zien als iemand die zwak staat en zeggen van hé, daar kan ik ook nog wel op een andere manier gebruik van maken, van die zwakte. Dat ze problemen gaan creëren die er gewoon helemaal niet zijn. Maar doordat je zo zwak staat, je niet kunt verweren. En die onderliggende krachten, die speelden echt mee. Dus het werd gewoon levensgevaarlijk. Is het ook zo, Bert Helmand, ik denk dat alle krachten die in zo'n land zijn of in een andere cultuur zijn, nou, daar ben je voor een heel groot deel, hè, kun je daarmee omgaan. Ja. Of heb je inmiddels geleerd om daarmee om te gaan. Maar dat hier eigenlijk nog weer een hele diepere dimensie bij kwam van krachten en machten waar je, nou, waar je, hè, je bent uiteindelijk gevlucht, hè, Gabon. Dat je denkt, ik moet besluiten, ik moet het vege lijf redden, want van jou en je gezin. Hoe moeilijk is dat? Nou, het werd echt heel gevaarlijk, omdat je natuurlijk altijd binnen een bedrijfsvoering dat je afscheid moet nemen van mensen bijvoorbeeld. Die gewoon niet functioneren of niet bleek te zijn wie ze zeiden dat ze waren. Dat soort mensen die kunnen, een soort wraak gaan nemen. Hè? Dat ze zeggen van oké, meneer Remerink, u staat nu wat zwakker. Ik zal nog eens even wat olie op het vuur gooien. Door bijvoorbeeld problemen te creëren met politie, of met immigratiedienst of met de geheime dienst. Dat je gewoon opgehaald wordt met een autootje, met mensen, met een Kalashnikov. En dan moet je mee naar het politiebureau. En dan kom je daar op een stoel te zitten en dan wordt het meest rare wat je verweten. Dan kun je zeggen van, nou, ik heb daar niks mee te maken. Maar dan toch, die intimidatie. Afrika leeft deels op intimidatie. Mensen zijn vaak niet veel waard. Maar als ze dan relaties hebben, stijgt hun eigen waarde. Hè? En dan gebruiken ze die relaties. Je bent daar toch die blanke. En als dat, wat ik zei, aan je stoelpoten gezaagd wordt en je komt zwakker te staan, ja, dan zijn het net een stelletje aasgieren die boven je cirkel. Die zeggen van, nou, wanneer kan ik hem pakken? Of dat nou wraak is, of jaloezie, of wat dan ook. Die krachten die versterken zich allemaal. Dus op een gegeven moment kun je geen kant meer op. Dat is misschien moeilijk uit te leggen. Niemand kan dat begrijpen. Dat kun je bijna niet begrijpen. Kijk, in Nederland heb je bepaalde structuren. Het is een rechtsstaat. Je kunt naar de politie, je kunt naar familie, je kunt naar vrienden, je kunt naar instanties, je kunt een coach bellen. Maar daar kun je niemand bellen. Nee. Je bent helemaal alleen op jezelf aangewezen, omdat je gewoon een blanke Nederlander midden in de jungle van Afrika bent. En dan iedereen ziet je als je valt op. Hè? Die intimidatie, en ik heb het gevoel dat ik daar best wel goed mee om kan gaan, maar de onheimlichkeit. Je zou kunnen zeggen, er is naast je heel comfortabel voelen in een vreemde omgeving, is er nu misschien wel een soort alertheid bijgekomen? Die alertheid heb ik altijd wel gehad hoor. Het is altijd als je in Afrika, zeg maar, gewoon in normaal doen, gewoon uit een auto stapt, je toch altijd even om je heen kijkt. Hè? Ik denk dat mensen die naar buitenland gaan, dat ook wel herkennen, dat je toch altijd een soort gevoel hebt van voorzichtigheid. Als ik auto rijd, rijd ik ook altijd heel voorzichtig. Defensief, net als je motor rijdt. Als je motor rijdt, dan rijd je defensief. Je moet beslissingen nemen voor andere weggebruikers, want misschien ziet die auto je niet, misschien ziet die voetgang je niet. Ja, zo heb ik altijd geopereerd in Afrika. Altijd defensief, voorzichtig. Als ik in een zagerij liep en ik loop langs een bandzaag, afstand houden. Dus defensief, dat is denk ik wel het goede woord. Voorzichtig. Ja, en dan triggert een deurbel. Ik mag misschien de vergelijking niet maken, maar het is net. Ik heb dat wel eens een keer gedaan. Iemand die zegt van, nou, in de Tweede Wereldoorlog, als er dan zo'n overvalwagen stopte voor je deur met Duitsers, dan dat gevoel. Dat
vretende, onheimelijke gevoel. Dat heb je al. En dat werd natuurlijk in die problematische tijd werd dat natuurlijk gewoon veel sterker. Hè? Ja. Mensen belden je of iemand stond gewoon voor de deur. Die zegt van ik ga hier niet meer weg, want je moet me nog geld, je hebt salaris. Hoe ga je daarmee om? De inspecteur du travail die belde van ja, hoe ga je met je personeel om? Ja, het glipte tussen mijn vingers weg. Ik kon het niet meer droog houden. Uiteindelijk, ik heb gelezen, je bent nou gevlucht uit Gabon met je vrouw en je twee kinderen. Ja. Komt in Nederland aan. Moet je je voorstellen als een ondernemer die dus uiteindelijk bij zijn onderneming weggaat, die heeft niks meer, echt ja. Niks meer. Ja. En je komt terug in Nederland en ik las ook in, na drie dagen heb je via een uitzendbureau ben je weer gaan werken, omdat er gewoon niks was, dus gewoon geld op de plank moest komen. Ja. Hoe, ja, ik zeg echt als mede-ondernemer, hoe krachtig is dat als je de ballen hebt en je verantwoordelijkheid neemt om dat op die manier te doen? Kinderen spraken Frans leren om hè, naar een Nederlandse school. Je vrouw die natuurlijk ja, ook in Nederland moet integreren. Je vertelde mij, hè, je bent 8 maanden bezig geweest enkel alleen om nog nu ook in het begin weer te overleven. En wat is er na die 8 maanden gebeurd? Was toen heel even Bert aan de beurt? Ja. Ik ben teruggekomen, ik moest aan het werk, ik moest zorgen voor mijn familie. Die kwam natuurlijk totaal ontheemd terug. Gelukkig was het zomer, dus het, qua temperatuur viel het nog een beetje mee. Maar we moesten bij mijn ouders in huis, 84 en 80 jaar zeg maar, mensen uit Afrika over de vloer, jonge kinderen. Ja, dat was geen pretje, voor niemand niet. Iedereen heeft zijn best gedaan, ook mijn ouders, ook mijn vriendin, ook mijn kinderen, ikzelf ook, om er wat van te maken. Die familieband bij ons is gewoon zo hecht en gezegd van, kom hier en we helpen je. Financieel niet, ik heb ook gewoon gezegd van, ik neem mijn verantwoordelijkheid, dus ik moet aan het werk. Dus ik ben inderdaad voor een uitzendbureau direct aan het werk gegaan, waar ik gewoon fysiek ontzettend druk bezig was. Dus 's avonds gewoon te moe om na te denken en ik kon goed slapen. Ja. 8 maanden lang, ja, toen kwam het een beetje tot een, kwam alles een klein beetje op zijn plek. En toen dacht ik, nu moet ik ook voor mezelf gaan zorgen. Ik zat gewoon 8 maanden lang in die overlevingsmodus. Iedere ochtend om 6 uur beginnen. Ik denk, ja, ik moet ook wel weer iets anders. Ik had ontzettend veel antipathie tegen alles wat hout was, tegen Afrika. Ik walgde gewoon ervan. Ik had gewoon zo'n slechte smaak overgehouden van Afrika, maar ook van die problematiek met mijn partner, met die houthandel. Het was allemaal weg. Ik had gewoon alles, ik had gewoon, ja, heel mijn investering was weg, alles weg. En ik had mijn DNA achtergelaten. Kijk, als je in Nederland failliet gaat, dan kun je, met alle respect hoor, voor een faillissement, want het is niet makkelijk. Heb je misschien toch nog weer je familie en kennissen en instanties waar je dan naartoe kunt. Maar ik kwam terug in Nederland, ik had gewoon helemaal niks meer. Niet geen geld, heel veel problemen en mijn DNA was gewoon weg. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus ja, via een uitzendbureau, ongeschoolde arbeid, dat kon dan nog wel. Maar hoe kom ik weer terug op mijn plek? Hoe dan ook? En toen heb ik heb ik iemand gebeld, die ik ook kende uit de oud-wereld, die iets verder van me afstond. En ik heb hem gezegd van, God, kun je mij helpen? Want ik heb echt hulp nodig. En later hoorde ik pas dat hij ook echt coach was. En ook heel veel andere mensen hielp. Dus dat was ook eigenlijk weer een gelukje. Maar daar heb ik gewoon echt heel veel aan gehad aan die man. We hebben echt uren zitten praten over mezelf, over die problematiek, wie ik was. Is mijn kompas wel helder? Mijn gevoel? Praat ik niet te rationeel met mijn hoofd en mijn handen, maar praat ik ook met mijn hart? Ja, en toen kwam ik wel tot heel veel nieuwe inzichten. En dat heeft me echt heel goed gedaan. Ja. Dus het gaat nu, we zijn ook alweer een paar maanden verder, maar gaat het stukken beter met me. Ja, ja. Ja. Nou, mooi, wat ik voor me zie zitten is een man die, waar ik sowieso heel veel respect voor heb, omdat de wereld waarin je hebt geleefd, in de omgeving waarin je hebt geleefd, en hoe je daarop kunt aanpassen. En waar je uiteindelijk dan inderdaad blijkbaar dan toch heel kwetsbaar bent. Heb je verantwoordelijkheid genomen? En heb je het hebben over resultaat? Dat het resultaat is dat je er nog bent.
En dat je gezin er is. En dat je voor hun een veilige haven bent geweest. En dat je een bak aan ervaring hebt. En ja, heel veel ervaring had je waarschijnlijk liever niet gehad. Maar wat kan dat nog voor de toekomst betekenen? Wat je daarmee mee gaat doen? Want we hebben het over gehad en waar je staat nu in je ondernemerschap. Ja. En er is nog een hele reis te gaan, zou je zeggen. Maar welke ondernemer in Nederland heeft deze ervaring in het internationale verhaal die jij hebt? Durf je zelf al een beetje dat toe te eigenen? Dat je zegt van, hoeveel ervaring heb ik eigenlijk? Ja, het is omdat ik met heel veel mensen praat. Zoals met Joko, of met die coach, of met andere mensen. Dan is het toch die spiegel die je jezelf voorhoudt. Ik denk dat dat een van de meest belangrijke dingen is die ik dus nooit gedaan heb en nu wel. Door heel veel in gesprek te gaan over mezelf met mensen. En dat geeft heel veel duidelijkheid. Ja. En ik kwam terug, ik was op, ik was kapot, ik was uitgehold, ik was alles kwijt. Zo zag ik dat, hè? Ik was gewoon echt alles kwijt. En dan bleek toch dat je na die tijd wel wat hebt. En dat is je familie, dat zijn je kinderen en dat ben je zelf natuurlijk. Dus eigenlijk met al die negatieve ervaringen en ook positieve ervaringen moet ik natuurlijk in de toekomst iets gaan doen. En ik sta soms versteld van reacties van mensen. Dat zijn van, wat heb jij toch een bak aan ervaring en wat zie je dat goed? En wat kun je ons daarmee helpen? Dus dat, ik verwonder mezelf soms wel eens, ja. Maar dat komt denk ik voort, dat komt daar dus voort dat ik gewoon in Afrika heel erg lang alleen heb geopereerd eigenlijk. Dus die spiegel en die feedback en aan jezelf werken is heerlijk. Het is echt een gaaf gevoel. Het geeft echt een kick. Het geeft een heel goed gevoel om met mensen zoals met jou en wat ik net zei, met anderen te praten. En dan groeit er iets inderdaad, wat er bij mij eigenlijk helemaal niet was. Nee. Nou, mooi. Bert, aan het eind van de, we zitten aan de lijn van de podcast, vraag ik altijd aan de ondernemer. Hè? Heb je nog een ultieme tip voor andere ondernemers waarvan je zegt van nou, misschien heb je er wel 10 of 20, hè, maar welke je nu te binnen schiet, zeg van nou goed. En ik zou andere ondernemers adviseren om... Nou ja, ik heb 2 keer geopereerd met mensen, met partners waar de niks op papier stond. Dat is natuurlijk het meest logische. Dat is het meest logische. Want als je een samenwerking begint, zet je iets op papier. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er sommige ondernemers, dat ze denken dat ze vanuit zwakte reageren. Zeggen van, we gaan eerst wel eens even wat laten zien. We gaan samenwerken, maar ik laat eerst wel eens wat zien. De andere man heeft misschien wat meer financiële draagkracht, die financiert dan de boel. Je gaat samen iets doen en jij zet je dan toch een beetje weg als de zwakkere in die positie. En ik laat eerst wel eens even wat zien en daarna zetten we het allemaal wel op papier. Nou, dat is denk ik belangrijk. Als je samenwerking begint, zorg dat het een gelijkwaardige... Het moet een gelijkwaardige situatie zijn. De ene heeft kennis vaak, de andere heeft geld. De ene heeft contact, de andere heeft geld. En dat moet op papier komen te staan. Je moet een begin hebben op papier en je moet ook een exit hebben. Hoe ga je met elkaar om als je weer van elkaar af wil? Ik ben 2 keer nu op de koffie gekomen dat er iemand zegt van... Nou, het winmodel is wel een beetje ten einde. Of ik ga iets anders doen. Die rücksichtloos de stekker eruit trekt. Die laat dan die andere partner als oud vuil achter in Afrika of in Nederland, hetzelfde. Ja, dat mag niet gebeuren. Dus voor jezelf zeg je ook, dat laat jij jezelf. Dus ik heb de verantwoordelijkheid om het je niet meer te laten overkomen. Het is absoluut je eigen verantwoordelijkheid, maar vaak, het lijkt zo makkelijk. En iedereen zal adviseren van zet het op papier, maar dat gebeurt niet iedere keer. En dus zet het op papier, dat is tip 1. En de tweede tip, en de laatste, denk ik ook een hele belangrijke tip, is als je samenwerkt met mensen, kijk of mensen je iets willen gunnen. Is de gunfactor aanwezig? Is die gunfactor niet aanwezig, zou ik zeggen van stop die samenwerking. Want dan is die samenwerking gebaseerd op eigen gewin. En zul je altijd als een mindere worden en dan weer is die gelijkwaardigheid niet aanwezig. De gunfactor is denk ik heel erg belangrijk. En
dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi!